twee stoelen en een tafel. Meer hebben twee voetbalfanaten niet nodig voor een goed gesprek. 60 minuten lang tot de wekker hem bevrijdt. Ik ben Yves van der Hagen, geboren en getogen in Roeselare, nu 51 jaar en eigenlijk al altijd actief geweest in de voetbal. Ik ben Serge Gumini, ik ben bijna 50 jaar, ex-scheidsrechter en ik werk als directeur bij Liquids Custom Services voor het bedrijf C-Invest. Yves, goedemiddag. Alles goed? Alles goed, prima. Dat is lang geleden. Ja, inderdaad. Inderdaad. En ça va, ondertussen? Tja, we hebben wel een paar klapjes gekregen nu de laatste weken, zou dat te zeggen. Ik weet dat men dikwijls met scheidsrechters niet goed omgaat, maar met trainers blijkbaar ook niet. Ik kan geloven dat je zegt dat met scheidsrechters toch al wat minder manieren geweest zijn vroeger. Ja. Het is nogal dikwijls dat de scheidsrechter kop van jut is. Hè. Wij konden tenminste iets zeggen tegen elkaar. Ja. En nu zie ik soms gewoon spelers van, ja maar scheids, het is niet juist. En boom, direct die hele kaart. En dat vind ik soms een beetje erover. Van mij werd dat ook gezegd, dat ik heel veel geel gaf. En dat was ook wel zo, ik besef dat ook wel. Maar wij werden dat ook zo ingeprent soms. Hè. Dat mag geen protest zijn. En dat moet geel zijn. Het was altijd heel streng. Ja, dat was ik zo. En dat was ons destijds zo ingeprent. Hè. Het moest zo. Hè. In heel mijn carrière zijn ze altijd dat ik problemen heb met scheids. Maar dat is absoluut geen waar. Ja. Ik ben altijd respectvol geweest. Dat ik soms op het randje of dat ik probeer, mijn functie was ballen afpakken. Hè. Ik kan niet goed tegen mijn verlies. Ik kan me ook niet inbeelden dat wij eigenlijk veel problemen zouden gehad. Ik denk, ik heb u wel eens een keer als trainer bezig gezien op een bekerfinale, kan dat? Ja. Toen werd je hevig, vond ik. Zou je ook naar het buitenland gaan? Waarom niet? Ik denk dat een keer een schoon verhaal zou zijn. Mijn dochter is nu 20, moet nog 2 jaar studeren. Ja. En ik heb al de ploegen gehad van West-Vlaanderen, buiten Gent dan juist Oost-Vlaanderen. Ja. En dat komt eigenlijk heel goed uit, omdat je dan zelf in Roeselare woont. Ja. Maar ik zeg niet nee tegen gelijk welke ploeg, maar het moet het juiste verhaal zijn, het moet de juiste connectie zijn. Welke is voor u eentje dat je niet gaat vergeten? Internationale match van A-teams, Rusland-Azerbeidzjan. Oei, voor de wereldbeker kwalificatie, denk 2010. Dat was de eerste officiële match tussen die twee landen sinds Azerbeidzjan los was van Rusland. Dus daar een hoop pers en zo, daar mocht ik dan van UEFA niet mee spreken. En dan kwamen wij in dat stadion, vol hè, Luzhniki, boom vol hè, in de 70.000 man. Ja, dat is wel knap. Waren het allemaal soldaten? Of, heel veel. Ja. Maar we zijn een keer naar Baku geweest in Azerbeidzjan en het waren allemaal soldaten in de tribune. Ja. Krijgen jullie dan daar een aandenking aan of zoiets? Of dat je kunt zeggen van refereren van, ik heb hier zo vlaagske, zo vlaagske hebben we. Dat is mooi. Dat is wel mooi. Ja. Mm. Waar dat dan de match zo op staat en zo. Bij ons was dat truitje wisselen, hè? Dat was ook zoiets. Maar dat doen we met de arbiters, doen ze dat niet. Als een stadion vol zit en tegen een thuisploeg een penalty fluiten dan moet je de stilte doorbreken, want iedereen ziet dat penalty is, het wordt heel stil. En dan moet je die stilte doorbreken door je fluitsignaal. Dat is zeer moeilijk. Dat is heel open absoluut. En eerlijk. Ja, maar nu kan ik dat zeggen. Hè. Maar dat is maar zo. Die gasten zouden dat nu toch ook moeten kunnen zeggen? Ja, dat is... Ik vind het heel mooi verwoord, trouwens. Dat is niet gemakkelijk. Ik heb ooit Stuttgart tegen Boekarest gefloten en dat was zo'n fase. Ja, dat was een duidelijke fout. En het wordt heel stil, hè. En dan moet dat fluitsignaal komen. Dat is hard, hè, dan. Maar het is terecht. Maar het is wel goed verwoord. Ik denk dat we vooral in een wereld gezeten hebben en die familiaal, dat niet klopt. Ja, ja. Is er een warm moment? We gaan een keer kijken. Is de tijd op? Ja, het duur is om. Allee, dan hebben we toch goed geluld. Well, we hebben geluld, maar het is niet stilgestaan. Het is niet stilgevallen. Serge? Het was ziens, heel aangenaam. Ik wens u nog veel succes. Dank u wel, voor u ook. Hè. Tot ziens.